is gewoon altijd in de buurt. Maar die laat het jong helemaal alleen om het eigenlijk te beschermen. En nou ja, heel vaak worden toch mensen die voorbij lopen, vinden het haasje, die vinden het zielig. Dus ja, dan worden ze eigenlijk ten onrechte opgepakt en ja, naar ons toegebracht. Dierenopvang De Toevlucht heeft tientallen jonge haasjes binnengekregen. Mensen denken waarschijnlijk, het is veel te koud voor deze beestjes. Nou, dat is het niet. Ze hebben, zoals je ook bij deze ziet, ze hebben echt een dikke vacht. En het is heel normaal dat ze al vanaf eind januari geboren worden. Dus ze zijn het in principe gewoon helemaal gewend. Dus eigenlijk zijn ze helemaal niet zielig en ze hebben het ook niet koud? Nee. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen? Als je een haasje vindt, laat ze liggen. Laat ze met rust. Worden ze ten onrechte meegenomen, probeer ze zo snel mogelijk weer terug te plaatsen. Jonge haasjes gaan zo 100 meter van hun geboorteplek kunnen ze af en kunnen ze gewoon weer hun geboorteplek terugvinden, waardoor de moeder ze ook vindt. Als de moeder overlijdt, laat ze ook liggen, want er is gewoon een tante of een zus in de buurt die uiteindelijk het jong gewoon eigenlijk weer verder gaat grootbrengen en verzorgt.